Hallo, met Kathleen van Emotanken. In deze video wil ik graag antwoorden op de vraag die mij werd gesteld van hoe komt het dat ik heel vaak partners aantrek die mij misbruiken, die mij mishandelen, het zij fysiek, emotioneel of zo, op deze manier. Van, hoe komt dat nu eigenlijk? Van, ik merk, dat is al een goed teken. Wanneer dat je die vraag stelt, is er al een deel in u dat het patroon kan zien. Dat het al kan herkennen van kijk, er gebeurt, er is een afstand. Je gaat kijken naar jezelf en je ziet van oké, ik zie doorheen de tijd hetzelfde patroon zich opnieuw en opnieuw afspelen. Hoe komt dat nu? Dat is goed. Dus dat is het teken als je die vraag aan het stellen bent dat er bewustzijn aan ontstaan is. Ten eerste, je kiest hier nooit bewust voor. Dus heel new age om te zeggen van alles wat u overkomt, dat is op zich een keuze die je hebt gemaakt. Maar er is een verschil tussen een keuze bewust maken of een keuze onbewust maken. Wanneer dat je een keuze onbewust maakt, is het teken dat je heel erg nog geïdentificeerd bent op dat moment met uw verstand. Wat bedoel ik daarbij? Je hebt allemaal gedachten. Ieder mens heeft gedachten die door zijn of haar hoofd gaan. En je hebt ook gevoelens die door je lichaam, die zich afspelen. Maar wanneer dat jij daar niet naar kunt kijken vanuit een vogelperspectief, als het ware als een observator, dat je gaat kijken, de gedachten zijn wolken die voorbij gaan, je plakt die niet op je. Je gaat niet zeggen, je gaat bijvoorbeeld zeggen, kijk, ik heb een gedachte dat ik een moeilijk moment heb gehad. Of je gaat zeggen, als je volledig geïdentificeerd zit met je gedachten, gaat je zeggen van ja, maar ik ben moeilijk. Je gaat iets herhalen, wat bijvoorbeeld misschien in je kindertijd geregeld tegen je werd gezegd. Je hebt dat vaak gehoord, of je hebt anderen dat zien en horen zeggen. Je hebt dat in je omgeving gezien en gehoord en je hebt gezegd van dat is wie ik ben. Dat heeft zich herhaald. Je denkt daar zelfs niet bij na. Hoe meer dat jij opgevoed wordt, het zij op school, door de ouders, door in uw omgeving, ook cultureel, in welk land je opgroeit of in welke zit je in een soort leger of politiemilieu, daar heb je ook vlugger, zo de harde mentaliteit. Dus ik bedoel daarmee van de cultuur waarin we ons gaan identificeren met ons verstand. Van wij zijn sterk en we gaan alleen naar de feiten kijken, wat zich hier en nu afspeelt en als dat wetenschappelijk is bewezen, dan is dat waar, maar alle andere nest, daar willen we niks van weten. Bijvoorbeeld ook dat de andere dingen, het gevoel, de intuïtie, dat wordt geblokkeerd, dat wordt genegeerd. Bijvoorbeeld, je hebt al het gevoel gehad van, ik moet daar niet naar binnen gaan. Je voelt dat ergens, een knoop in je maag. Of je voelt van, weet je, deze mensen, dat zijn misschien toch niet de juiste mensen om je op te trekken. Maar je luistert daar niet naar, je parkeert dat. En achteraf, dan gebeuren er situaties die in je nadeel zijn. En dan gaat je zeggen, ik had ergens wel dat gevoel, maar ik heb er niet naar geluisterd. Sommigen hebben volledig dat niet meer. Die zijn nog dieper weggezakt, die hebben dat niet meer. Of bijvoorbeeld, je zit in een job en dat je achteraf denkt van, ja, waarom zit ik nu in deze job? Die past helemaal niet bij wie ik ben. Ik weet niet hoe ik hier terecht ben gekomen. Dat is wanneer het verstand volledig de regie heeft. Daar is geen contact meer met binnenin. Van wie ben ik? Wat past met mij? Wat is mijn persoonlijkheid? Wat voelt goed? Komen mijn talenten en mijn passies hier tot ontwikkeling? Ja of nee? Dat is allemaal afgeblokt. Wanneer dat jij op die manier zit opgevoed, is de kans heel groot dat jij een persoon gaat aantrekken die ook op die manier is opgevoed. Waar ook de oude denkpatronen heel sterk aanwezig zijn. En waar die gevoelens en die lichamelijke sensaties zijn afgeblokt. Van daaruit ga je vaak in een ongezonde dynamiek terechtkomen. Dader-slachtoffer verhaal. En je gaat onbewust het verleden opnieuw herscheppen. Hè? Onbewust kan er bijvoorbeeld een overtuiging zijn van, kijk, ik ga het nu in het klassieke man-vrouw-patroon zeggen, de man heeft het voor het zeggen. En ik heb dat vroeger gezien, mijn mama die hield altijd haar klein en uiteindelijk maakte mijn papa altijd alle beslissingen. Of als mijn vader op tafel klopte, dan zweeg iedereen. Dat was de manier
waarop wij ermee omgingen. Dat heb ik gezien. Of je hebt mishandeling gezien, een ongezonde dynamiek. En je hebt geleerd onbewust van intimiteit staat gelijk aan mishandeling. Of liefde doet pijn. Dat is wat ik gezien heb, dat is wat ik gevoeld heb. Ook ik werd niet gezien, ik werd niet gehoord. Had ik verdriet, werd ik uitgelachen of er werd tegen mij gezegd dat ik niet flauw moest doen, dat ik mij moest sterk houden. Je gaat onbewust, kunnen er overtuigingen nu zijn ontstaan van ja, kijk, ik ben geen liefde waard, ik verdien straf. Wanneer die overtuigingen in je systeem zitten vanuit vroeger opgedane ervaringen, is de kans groot dat je dat onbewust gaat herscheppen. En dan gaat je zeggen, maar allee, hoe kan dat nu? Maar het brein, hè, als die aan de macht zit, als die aan het sturen is, als die aan het rijden is, het brein kiest het bekende. Het vreest het ongekende. Hè? En als dat wil zeggen dat het bekende voor u is dat liefde pijn doet, dan zal dat opnieuw uw realiteit worden. Zolang het verstand volledig aan het stuur zit. Alles rondom ons is energie. De stoel waarop dat je zit, als je dat helemaal gaat ontleden, alles trilt. Ik ben geen wetenschappelijke expert, maar er zijn zeker en vast artikels en boeken genoeg rond. Alles is energie, alles trilt. En de gedachten in ons hoofd ook. Wij hebben ook allemaal een soort energie. En wij gaan een vibratie uitzenden en we trekken eigenlijk gelijkgestemde vibes of frequenties aan. Ja? Het is als het ware, weet je, wanneer dat je een klein kind waart, had je echt gewoon het gevoel van, ik ben heel en compleet. Alles. Ik maak een deel uit van alles. Ik ben een deel van alles. Ik hoor erbij. Ik mag er zijn. Iedereen komt zo op de wereld. Ja? Maar wanneer dat je wordt opgevoed, of wanneer dat je in een milieu terechtkomt, ook in je later leven of zo, waarin dat je omringd bent met mensen die van binnen leeg zijn, die afgesloten zijn van hun ware zelf. Daarmee bedoel ik die geen contact meer hebben met wie zij zijn, wat hun missie hier op de wereld is, met hun gevoelens, met hun lichamelijke sensaties, met hun drive, ik bedoel, uw beweegreden, wat u drijft. Hè? Wanneer dat allemaal, hè, wanneer hun vat, hun tank leeg is, dan gaan zij heel vaak verbinding maken met degene rondom hen door autoriteit, door controle te willen hebben en door perfectie te verwachten. En wanneer dat dan niet gebeurt, door de mensen rondom hen af te straffen, omdat ze dan ergens onbewust geloven dat die mensen verantwoordelijk zijn voor hun slechte gevoelens. Ja? Jij bent ook ooit dat kind geweest. Ja? En op den duur, onbewust hebben die mensen rondom u, ja, uw energie afgetapt en van binnen is uw tank, hè, ook leeg gelopen. Dus je bent meer en meer afstand gaan nemen van uw gevoelens, van uw intuïtie, van dat klopt niet wat die zegt of dit voelt eigenlijk niet goed. Je bent, als je je pijn deed, heb je geleerd van ik ga dat verstoppen, ik ga dat niet meer uit, ik hou dat voor mezelf, ik krop het op, ik ga vluchten in drank, ik ga vluchten in een drugs, ik ga vluchten in werk, ik ga vluchten in affaires, weet ik veel wat allemaal, ja. Jouw tank is leeg geraakt en op den duur heb je ook onbewust de overtuigingen van de mensen die rond u waren, hè, die zijn gaan bepalen wie dat jij waart. Ja, jij zit moeilijk, jij zit een drama queen, jij zit koppig, weet ik veel wat er allemaal op je is geplakt geweest. Als je die hebt volledig overgenomen, dan ben je gaan geloven, dat is wie ik ben. Dus op dat moment heeft van buitenuit labels en overtuigingen van mensen die vanzelf van binnen niet in contact waren met hun ware zelf. Want anders zouden ze zo dingen nooit hebben gezegd tegen u. Die op dat moment in pijn waren en van daaruit hun pijn op u ook hebben geprojecteerd. Terwijl het nooit echt persoonlijk was. Maar van het moment dat je hun uitspraken door jou hebt gemaakt, zijt je u gaan identificeren met die geloofsovertuigingen. Ik ben minder waard. Ik ben geen liefde waard. Ik ben zo, ik ben moeilijk, ik ben weet ik veel wat, welke overtuigingen daar zitten. En op dat moment, wanneer jouw vat leeg is en jij de buitenwereld laat bepalen wie dat je bent, dan ga je die altijd op zoek gaan naar wat wil de ander van mij. Er is niet meer van wat wil ik.
En ik ga in verbinding gaan met de ander, maar het is gewoon van wat wil de ander van mij? En wat is die ander zijn verwachtingen? Hoe kan ik daaraan voldoen? En wat vindt die belangrijk? En kan ik daarom extra in de verf zetten of ook laten zien? De buitenwereld bepaalt jou. Het is een omgekeerde realiteit. Het gezonde is wanneer dat jij van binnen contact hebt met jouw lichamelijke sensaties, met jouw gevoelens, met jouw wensen, met jouw behoeftes, wanneer dat je daar bewust van bent, wanneer je meer en meer je gedachten kunt gaan observeren en je kunt gaan omkeren, zodat je emoties het niet de hele tijd laat overnemen, dan komt er iets anders. Gaat je terug van binnenuit contact maken met je ware zelf en van daaruit naar buiten treden. En dan gaat je delen. En dan gaat je op den duur ook mensen aantrekken die wel goed voor je zijn. En die gewoon goed voelen, omdat je ergens ook gewoon voelt van dit voelt goed. Dit is juist. Ik voel mij op mijn gemak. Ik voel, het voelt oké. Dus het is vooral bewustwording. Alles is bewustwording. Dus ik vind het heel goed dat die vraag werd gesteld. En vergeef jezelf dat is gebeurd. Zolang het is gewoon het geconditioneerde verstand. Zolang het geconditioneerde verstand volledig aan het roeren zit, gaat je dat herscheppen en herhalen. En dat is al eeuwen aan de gang. De vraag waarom blijven mensen oorlog maken, dat is daar. Dat is de kern, hè. Dat is van mensen willen grip krijgen op een realiteit omdat ze van binnen leeg zijn door macht over anderen te hebben, door controle te hebben. Ze leven in angst. En het gaat erom van naar binnen te gaan en op den duur ook te gaan voelen van ik ben een deel van alles en ik hoor erbij en ik ben het waard. En van daaruit naar de wereld buiten contact maken en verbinding maken vanuit die mindset en vanuit dat gevoel, dan ontstaat er vroeg of laat gewoon een andere realiteit. En dan zal je ook niet meer blijven bij personen die jou slecht behandelen. Ja, dat was een beetje wat ik hierover wilde vertellen. En alvast heel veel sterkte voor diegenen die in deze situatie zitten. En vooral, maak het niet te zwaar. Vergeef jezelf en vergeef de ander. Forgive them, Father, because they don't know what they do. Dan kun je zeggen, ja, de persoon met narcisten enzovoort, die weten wel heel goed wat ze doen, want ze hebben slechte intenties. Ja, oké, maar daaronder weten ze ook niet wat ze doen, want dat is hun vals zelf. Dat is, uiteindelijk leven zij in pijn en ze dragen die pijn uit naar anderen. En wanneer dat je ziet dat bijvoorbeeld een soort ziekte is, die van het verstand, dan kan er ook compassie en mededogen voor jezelf en ook voor de anderen ontstaan. Zo. Alvast heel veel liefs van mij en als je deze content leuk vindt, mocht je zeker vast abonneren en deze video liken. Veel liefs, doei!